Welkom bij 1.3, de ademhalingsstelsel podcast. Hier hebben we de borstkas en het borstbeen. Het borstbeen gaat omhoog en naar voren. Dat betekent dat de borstkas groter wordt. En dan gaat de lucht de longen in. Als de borstkas weer terugveert, gaat de lucht de longen uit. Maar je kunt ook uitademen. Niet alleen met je ribben, maar ook met je buik. Je laat aan je middenrif. Trek je aan en trek je strak. Dan gaat het ook de lucht je longen in. Omgekeerd, als je je middenrif weer laat terugkeren, dan wordt de ruimte in je longen kleiner en gaat de lucht naar buiten. Hier zie je je ademhalingsstelsel. De lucht gaat door je neusholte naar binnen. Maar ja, het hoeft niet door je neusholte. Via je mondholte binnenkomen. Dan adem je door je mond. De lucht gaat naar beneden en komt in je luchtpijp. Dan splitst die zich en dan is dat lucht in de bronchie, oftewel de luchtpijptak. We gaan naar een ander plaatje. We zien nog steeds dezelfde lucht. Hier is die weer in de luchtpijp. En dan komt die in de luchtpijptak, oftewel de bronchie. Twee woorden voor hetzelfde begrip. Je gaat verder en komt in een luchtpijptakje, oftewel een bronchiole. En we gaan weer naar een nieuw plaatje om te kunnen zien hoe het verder gaat. Hij zit daar in het luchtpijptakje en de lucht gaat verder naar beneden en hij komt in een longblaasje. Het uiteinde van de long. Wat gebeurt er nou eigenlijk in die longblaasjes? De zuurstof die in die lucht zit, die gaat door de wand van die luchtblaasje naar buiten en die komt in een van de haarvaatjes die er in de buurt zitten. Zo komt er zuurstof in je bloed. Maar dat is niet het enige wat er gebeurt, want er komt bloed aan met veel koolstofdioxide. De koolstofdioxide gaat uit het bloedvaatje en het longblaasje in en die wordt uitgeademd. Dit was het alweer. De 1.3 podcast. Veel succes met studeren.